Deze beschouwing die heeft als uitgangspunt het nummer Kind van de Duivel van de artiest en die heet Je Broer. En het is geproduceerd door Paul Elstak, zo, en DJ Huppeltje Pup. Paul Elstak is ook een DJ. Dr. Funk heeft er ook wat mee te maken. En Je Broer, by the way. Ja. Die andere is dus je zus, snap je? Jezus. Kind van de Duivel. Ik zal even de tekst voorlezen. Ik ben een kind van de duivel. Mama, jij hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik ben een kind van de duivel. Mama, jij hoeft niet te huilen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Ik hoef geen speech. Ik hoef geen bloemen. Gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Fuck it. Ik ben... Dat is de tekst. Zo heel weinig woorden eigenlijk, hè? Ik ben een kind van de duivel. Mama, je hoeft niet te huilen. Dat is één zin. Maar oh, twee zinnen. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Nou, dan krijg je een herhaling van die zinnen. En dan zegt hij, ik hoef geen speech, ik hoef geen bloemen. En gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik wou in het leven was dit. Het is best negatief. Vind ik, en jij ook. Ik ben een kind van de duivel. Mama, je hoeft niet te huilen. Wat bedoelt hij? Ik weet niet waarom je zo'n tekst als dit schrijft. Ben je ergens boos over of zo? Ik heb een keer een tekst geschreven over dat levenswerk van Marc Dutroux. En kleine meisjes ontvoeren. Nou, je kent het verhaal wel. Ja, daar werd ik boos over. Dat was een boze tekst. Dat was ook vrij kort. Maar dan ben ik boos op, ja, een duidelijk iets. Ik denk dat je daar boos over mag zijn. Maar waar is deze mens boos over? Of gaat het hem erover dat hij elke dag feest wil vieren? Nou, daar heb ik eigenlijk helemaal geen moeite mee. Maar waarom moet je dat koppelen aan de dood? Wil hij zich doodfeesten of zo? Want hij zegt dus, hè, ik ben een kind van de duivel. Mama, je hoeft niet te huilen. Dat is de openingszin. Hè? Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Nou, die je die daar staat, hè? Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Hoop dat je deze draait op mijn begrafenis. Nou, die je, die refereert aan mama, volgens mij. Dat betekent dat hij dus verwacht eerder te overlijden dan zijn moeder.
En er is zo'n nummer van zo'n cocktail trio of zo, of de havenzangers of. En dat luidt dan: mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik naar de kloten gaan, laat dan op mijn graf steeds spreken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Of zoiets. Mocht ik aan de drank bezwijken, hè? Even kijken of ik die tekst. Dat is wel een leuke. Dat is een tekst van vroeger, ongeveer hetzelfde. Hè? Mocht ik aan de drang bezwijken? Ja, zo'n tekst. Oh, Jan Boezeroen. Oh ja, mocht ik door de drank bezwijken? Mocht ik naar de donder gaan? Laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Oh, André Hazes heeft dat samen met Herman Brood ook gezongen. Ja. Oh, dat nummer heet De Fles. Ja, ik kan er van meezingen. Ik heb ook heel veel gedronken. Het is vluchtgedrag, by the way. Dat weet ik. En vluchten, dat doe ik niet meer. Voor de rest is er niet veel veranderd. Ik zit te wachten op mijn... oordeel of zo. Ik ben niemand iets verschuldigd, namelijk. Dat was het, hè? Op een ochtend werd ik wakker en ik zei tegen mezelf: hey, jij hebt gisteravond tegen jezelf gezegd dat jij vandaag niet naar de supermarkt gaat om bier te halen. En je gaat ook niet naar de kroeg. Ja, je mag je tabak nog oproken. Maar daarna koop je geen nieuwe tabak meer. Want ik ken mijn eigen. Als geen ander. Wiet, tabak en alcohol is verboden terrein voor mij. Het speelt me wel eens door mijn hoofd, hoor. Dat ik denk van, goh, ik heb eigenlijk vanmiddag niks te doen. Zal ik even naar de supermarkt gaan? Want ik heb inmiddels weer wat poen binnen. Dus ik kan het betalen. Ik kan zo... een tientje uitgeven aan tabak, een tientje uitgeven aan wiet. En dan, wat heb ik nodig? Het bier, dat kost me €1. Daar heb ik €6 voor nodig. €6 bier. Dan heb ik weer mijn oude dagelijkse consumptie te pakken. Ah, niet dat ik een pakje check per dag rookte, maar... of een tientje wiet per dag, dat haal ik ook niet. Maar ik vind het wel leuk zo, ja. Ik vind het leven eigenlijk heel erg leuk. Ik hou niet van domme dingen doen. Ik hou niet van zinloos werken en zo. Ik was vandaag bij de tandarts. Mijn gebit is echt helemaal naar de gort, man. Dus het wordt plastic binnenkort. Ja, die tandarts was heel redelijk en... ik krijg van hem een offerte, want ik zei nog tegen hem, ik ben niet aanvullend verzekerd en ja, ik beschik niet over veel geld. Dus, ik hoop dat hij dat een beetje in zijn oren heeft geknoopt. En morgenochtend ga ik er naartoe, 8:30 moet ik daar zijn. En dan gaan we een extractie laten plegen. Ik zeg, oh, we gaan trekken. Ja, zei hij, we gaan trekken. Ja, het is erg, die dingen moeten eruit, dat weet ik ook wel. Het heeft ook te maken met slechte gebitsverzorging aan de ene kant. En aan de andere kant heeft het te maken met het feit dat ik geen gebit heb. Dat heerst niet in mijn familie. Mijn opa had dat niet, mijn vader had dat niet. En ik ook niet. Tandvleesproblemen, zo heet dat. Dan kan je flossen tot je een ons weegt, maar... daar word ik niet beter van. Ik dam er alles eruit. Ik hoop dat ik er iets leuks voor terugkrijg.
Hij heeft me zo'n beetje verteld van, het wordt ongeveer dit, het wordt ongeveer dat en zo. Ik denk, vind best. Hoef ik nooit meer naar een tandarts. Nou, ging ik toch al niet. Maar, maar heb ik nooit meer dat gezeik. Ik heb nog een geintje met hem gemaakt. Ja, joh, kom op. Ik ben 60. Hij nog niet echt 60, maar... Kijk, ze naar mij zei, nou, jij kan er wel 20 jaar mee. Ik zei, nou precies, als je 20 jaar garantie geeft op het kunstgebit. Toen moest hij ook een beetje lachen. Die assistente die erbij stond, die moest ook een beetje lachen. Ach, dat was wel weer leuk. Nee, man. Maar anyway, ik zat er in die wachtkamer en dan zie ik die werkende mensen daar. En dan denk ik, jeetje... Ja, je zal er maar moeten staan, hè. Oh ja, mijn tantas, die zei dus van... Ja, ik ga dus begin juli ga ik op vakantie. En dan van tevoren gaan we beginnen. En dan na mijn vakantie, dan maken we het af. En toen voelde ik echt iets van medelijden met hem, hè. Ik denk, ja. Ik kan me zo voorstellen dat hij helemaal uitziet na zijn vakantie. Oh, dan ga ik met vakantie. Ik ken dat gevoel. En ik heb dat helemaal niet meer. Hè? Voor mij is elke dag vakantie. Hoor. Ik ben momenteel aan het solliciteren. Maar er wordt een baantje. Als ze me überhaupt nemen. En anders ga ik weer terug naar de sociale dienst. Zeg ik, nou, ik heb het geprobeerd en het is mislukt. Weet je? Ja. Ha, 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 ha. Nu krijg ik een uitkering van 922 euro in de maand. Nou, dat is best, joh. Ja, ik doe het ervoor, hoor. Ja, je hoeft mij niet te vertellen hoe ik mijn dag door moet brengen. Dat, Ik heb altijd mijn levenswerk nog, mijn programmeren. Ik blijf lekker doorprogrammeren en sparen voor een nieuwe computer. Daar ben ik wel aan toe. Kost zo'n ding eigenlijk. Ja. En dan ga ik lekker doorprogrammeren totdat ik tussen de planken lig. En op mijn begrafenis, geen speech alsjeblieft. Alsjeblieft niet. No way, José. En ook geen bloemen, vind ik ook niet nodig. Ja. Stel mijn lichaam maar ter beschikking aan de wetenschap. Ze willen me denk ik wel hebben. Denk ik. Ah, je weet het niet. Ik zou me daar niet druk over maken. En als je mij wil herdenken. Weet je, tot, ja, punt 1. Wat is er nou zielig aan iemand die gelukkig dood is? Gelukkig dood is gegaan. Klinkt een beetje dubbel op. Hè? Van, nou, gelukkig is die dood. Maar ik zal gelukkig doodgaan. Dan, ja. Nou, ja, en wat wil je dan doen? Ja. Doe niks officieels. En een grafsteen hoef ik niet. Dan doe je mij geen plezier mee. En dat lijkt me ook helemaal niet nodig voor de nabestaanden. Ga er weg. Mijn vader die wilde dan minimum, had hij ook aangegeven. Nou, dat kon dan niet. Dus toen moest toch nog eventjes, bijna 1.000 euro, 1.500 euro, werd er even tegenaan gesmeten. We moesten allemaal naar Westgaarden toe. Ik hou er helemaal niet van, man. Het is natuurlijk leuk dat de familie bij elkaar komt. Dat vind ik ook wel leuk, een begrafenis, hè. Maar die speeches en die... Nee. Want de laatste begrafenis die ik heb meegemaakt, wat ik leuk vond, is dat mijn dochter ging mee. Dan zag ik dat kind weer eens. En de hele dag had ik er onder mijn hoede. Dat vond ik toch wel leuk. En op de terugweg, toen... Ik dronk in die periode zoveel, dat ik bijna geen honger. Maar op een of andere manier had ik honger...
En dan zei ik tegen mijn kind, van, heb je ook lustje wat? Ja, zei ze, ik lust ook wel wat. Ze kwamen bij Veenendaal en er stond zo'n symbool dinges van de McDonald's en van de Kentucky Fried Chicken. Of, dat weet ik niet, maar de McDonald's ding stond daar. En dan gingen we eraf en toen zag ik de Kentucky Fried Chicken. Toen zei ik tegen haar, zullen we Kentucky Fried Chicken doen? Ze zei, ja, vind ik ook lekker. We hebben lekker in de auto ook Kentucky Fried Chicken gegeten. Ah, tof man. Ik had zo'n long chicken. En op de weg naar huis, toen begonnen mijn darmen te borrelen. Ik denk, hé, dat doe ik altijd. Gaan mijn darmen tegenwoordig ook borrelen? Wat doen we nou? En mijn dochter had ik afgezet voor de deur. Die woonde toen nog bij de moeder. En dat borrelen in mijn darmen, dat werd me erger en erger en erger. Dan had ik de Clio ergens geparkeerd. Ja, het is een beetje een vies verhaal, maar het liep dus allemaal mijn broek in. Toen ik thuis kwam, jongen, wat een puinhoop. Maar het was wel een leuke dag. De begrafenis van tante Saar, of crematie was het dan. Nou, was wel leuk. Maar die speeches, denk ik, wow. Maar er was een vrouw en die hield een speech en die moest dan de hele tijd huilen. Ik denk, ja. Waar zijn de dagen gebleven dat de vrouwen niet op begrafenissen mochten komen? Want er wordt allemaal zo'n tranendal. Maar ik vond het leuk. Dan zag ik ome Jan zag ik weer en ome Huppeltje Pup en een beetje geinen. En buiten roken met z'n allen. Toen rookte ik nog tabak dan. Hè. Ja, ik rookte ook wiet en alles, maar ja. Ik had alleen maar tabak bij me. Ja, dat was gezellig, man. Echt leuk, heb er wel plezier aan gehad. En dan mijn begrafenis ook zoiets. Ik zal er heus wel wat geld achterlaten, wat spulletjes, die moet je maar verkopen. Een begrafenisverzekering, ik heb het ooit gehad. Ik heb ooit 10 gulden per jaar betaald of zo. Ik zou niet eens meer weten bij welke maatschappij, man. Dus ja, dat wordt een beetje moeilijk als ik de pijp uit ben. Maar ik heb hier nog een mooie gitaar. Twee mooie gitaren. En die zal ik niet verkopen. En het gouden horloge van mijn opa. Dat was een Certina. Een Zwitsers gouden horloge. Ja, dat bij elkaar. Dus dan moet je, als ik de pijp uit ben. Dan moet je die twee gitaren als de sodemieter even in koffer stoppen. En die Certina meenemen. Dan heb je bij elkaar voor... Momenteel de straatwaarde op Marktplaats, 2.500 euro. Gewoon meenemen voordat de Belastingdienst binnenkomt. Ja, dat is de strategie. Ah, en er staan nog wat Macintoshes. Ja, die kan je misschien ook wat voor krijgen. Maar heb je zo'n 2.000, 3.000 euro en hou maar een feestje. Zo. Lijkt me ruim voldoende. Mijn dochter iets voor de spaarrekening. Maar mijn dochter moet het me organiseren. Als zij dat leuk vindt. Dan heeft zij de poen. Als zij het leuk vindt, dan weet ik veel. Dan... Ergens in een restaurant, lekker eten met z'n allen... Geen dramatische toestanden hoor. Ik zou niet weten waarom. Als er iets niet goed was in mijn leven, dan had ik dat bij leven wel opgelost. En bij mijn dood maak je dat toch niet goed. En zoals het er nu uitziet, ja, de balans tot nu toe is voor mijn leven een 8+. Zo ben ik gelukkig. En ik denk dat ik mijn moeder wel overleef. Mijn moeder is 78. Ja, en ik ga nog wel een paar jaar mee. Mijn vader heb ik overleefd. Die is 67 geworden. 68. Hij is 67, dacht ik.
In 2008 is die overleden. Die heeft ook een mooi leven gehad. Veel meegemaakt, veel drama ook, maar ja, oké. Maar ook veel meegemaakt, en ik dus ook. Leuk man. Ik ben in Finland geweest, ik ben in Ierland geweest, ik ben in Turkije geweest, ik ben in Tunesië geweest. Ik ben in Duitsland geweest, ik ben meerdere keren. België ben ik geweest, ik ben in Engeland geweest. Meerdere keren. Ierland ben ik geweest. Frankrijk ben ik geweest. Hey, ik ben in Frankrijk ben ik in Parijs geweest, maar ik ben ook in Normandië geweest. In Bretagne ben ik geweest. En die havenstad helemaal onderin. Weet je, Marseille. Ah, daar ben ik ook geweest. En die... Avignon ben ik ook geweest. En Zwitserland ben ik dan niet geweest. En Oostenrijk ook niet. En Tsjechië niet. En, we waren ook niet in Rusland geweest. Maar als je mij dan vraagt, is dat dan erg? Nee, waarom? In Nederland ben ik ook niet overal geweest. Maar wel bijna heel Nederland gezien hoor. Groningen, Friesland, de eilanden. Zeker, ja, toch? Ja, Ameland ben ik geweest, de Schelling, Schiermonnikoog een paar keer. Alleen Vlieland niet. En Texel ook. Dus als ik sterf, ja, dat is helemaal geen drama. Ik zie er niet naar uit in die zin van, oh, ik hoop dat ik morgen gedood ben of zo. Nee, helemaal niet. Maar als je mij nog vraagt van, Perry, wat wil jij dan nog echt doen dan in je leven? Dan zeg ik zeggen van, nou, ik wil wel een kunstgebit. Ja, lijkt me leuk om dat mee te maken. Maar ja, lekker handig, man. En ik wil er wel een beetje herrie trappen. Ik wil nog verder gaan met programmeren. Wat is dat nou? Dus ik ben zo'n project begonnen in 1988. En, ja, daar wil ik mee door. En ja, ik heb een dochter gekregen toen ik 40 werd of was. Ja, ik was 40. Ik was 40. Kreeg ik een dochter. Toen was ik echt zo'n huisvader, zo'n paterfamilias en zo. En in die tijd dacht ik van, oh, wat leuk, een gezin. En ik nog straks nog een kindje erbij. Die rol, hè, van huisvader was op mijn lijf geschreven. Ik zweer het je. Je mag helemaal niet zweren als christen, maar... Oh, ik was driedubbel gelukkig. Zo tof. Echt heel blij. En ik zag het helemaal voor me. Hè. Met dat kind laten opgroeien. En dan nog een broertje of zusje erbij. Misschien nog een broertje of zusje erbij. En dan gaan we wat groter wonen en dan gaan ze het huis uit. Maar er blijven altijd nog logeerkamertjes en dan komen die kinderen langs met kerst en weet ik veel wat. En dan komen de kleinkinderen. En, ja. Maar ja, begon die moeder van, de moeder van mijn kind. Die begon moeilijk te doen. Ja, die hele droom was in... 2005 of zo was dit voorbij. Heb ik nog 5 jaar lang met het diep ongelukkige mensen onder één dak gewoond en in één bed geslapen. En toen was de marteling voorbij. Kon ik op mezelf gaan wonen.
Nou, nee, inmiddels is dan de rest voltrokken. Mijn dochter is nou 19 en die woont op kamers in Nijmegen. Van het weekend komt ze langs, komt ze eten. Dat vind ik wel leuk. Kijk, dit vind ik ook goed. Snap je? Ik had het wel anders gewild, maar ja, als dat niet kan, ja, dan kan het niet. Het is de schuld van de maatschappij, dat wel. Het is de schuld van de maatschappij en van een aantal individuen waarvan ik de naam ken. Ik weet ook waar ze ongeveer wonen. Ik moet dat mijn dochter nog een keer uit gaan leggen. Wie er schuldig was aan het kapotgaan van haar gezin. Het heeft haar een hoop verdriet opgeleverd. Dat vond ik heel erg. Dat wel. Het waren niet mijn gelukkigste momenten toen ik haar zag huilen. Ja, laten we maar hopen dat het goed afloopt met haar. Niet alles wat ik zie is even positief, maar ik ben nog niet dood, dus daar kan ik nog wat aan doen. Hoe, weet ik niet precies, maar dat laat ik me over aan mijn eigen creativiteit. Maar kortom, als mijn begrafenis is, dat is echt geen ramp, lieve mensen. Helemaal niet. En ik laat er hele mooie dingen achter. De wijze software, dat is genadeloos mooi. Geen hond die dat ook vindt, maar ik vind het van wel. En ik kan het weten. Daar ga ik nog vet aan werken, aan de publicatie van die software. Moet in het Engels. Dat wordt nog wat. Maar daar heb ik straks alle tijd voor. En kijken of ik iemand kan vinden die het stokje over kan nemen. Maar zo niet is het ook niet erg. Want ik weet inmiddels al lang hoe het werkt. Maar er komt een software aan. En die software die eraan komt, die wordt ongelooflijk betrouwbaar. En het heeft dan niks meer te maken met een Windows of een Unix of een Linux of zeg het maar. Weet je. Het wordt totaal zelfstandig draaiende software. En de hele wereld gaat daarmee werken. Er gaan betalingen mee gebeuren. En of dat mijn software wordt, dat interesseert me niet zoveel. Het wordt de software die ik beschreven heb. Als ze later ooit nog een keer de broncode vinden van mijn product, dan gaan ze heel verbaasd kijken van, nou zeg, dit is precies wat we momenteel gebruiken. Ja, inderdaad. En dan hoeven ze nog niet eens een kopie te hebben van mijn software, maar de software die echt op eenzame hoogte staat, heeft die structuur. En de programmeertaal die eronder ligt, die heet C. En de kernel waar het op draait, ja, dat is eigenlijk niet eens nodig. Eigenlijk is er geen kernel nodig, of een microkernel of zo. Mijn software draait op een banana pie. Dat is leuk, man. Ken je dat, banana pie? Dat is een heel klein computertje. Dat is een schattig, ja. Een dingetje van, wat is dat ding? 1 gigabyte of zo? Ik moet hem eens even uit de kast halen en even afstoffen. Oh, wat een leuk ding is dat. Heel energiezuinig, ja. Maar dan terug naar die tekst hier, hè. Waarin hij het dan heeft over zijn begrafenis. Zo kwam ik erop. Hè? En als laatste van gooi drank en drugs over mijn kist. Alles wat ik in het leven was. Nee, alles wat ik wou in het leven was dit. Feesten alsof elke dag hier mijn laatste is. Het doelloos bestaan is dat. Hè? En dat is ook het punt van de hedendaagse maatschappij. Hè? Dat het geen doel meer heeft.
Mensen zijn doelloos. Het mooie woord van het doel van het bestaan, dat heet telologie. Ik zal het even bijpakken. Telologie, dus tegenwoordig komen mensen daar niet meer om. Teleo is dat. Teleologie is dat, dacht ik. Ja, teleologie. De opvatting dat de wereld en de afzonderlijke dingen erin slechts kan worden verklaard door het doel aan te wijzen waarnaar alles streeft. Hieruit volgt dat de doeleinden van de dingen in feite aan de oorsprong liggen van het bestaan, die een stuwkracht veroorzaken naar een meer volmaakte realisatie. Amen, halleluja, prijs de Heer. Dit is mijn overtuiging. Kijk, wij zitten nu met een systeem, een financieel systeem, wat apert. Dit is, zoals Nina Hagen zou zeggen, zum kotsen. Dit is een grote uitnodiging tot ongelooflijke frauduleuze handelingen. Nou, dat is verre van perfect, zou ik zeggen. Heer? Nou, en mijn leven, het doel in mijn leven was de architectuur te bestuderen die nodig is om te komen met een financieel systeem dat wel eerlijk is. En dat heb ik gemaakt. En de software dan, en ook de, hoe wil je zeggen, de filosofie erachter. Ja, dat wordt nog wat als dat naar buiten komt. En ik weet dat het niet uitmaakt dat het per se mijn werk is of mijn software is die gevonden wordt en toegepast wordt en dat er dan later gezegd wordt, ja, het is eigenlijk allemaal van Perry Winkel. Dat is niet belangrijk. Want ik geloof in veel dingen die op de grens zijn van het verklaarbare. Onder andere in morfogenetische resonantie. Om maar eens even een mooie term uit de kast te trekken. Ha? Dus, die term is in de wereld geslingerd door Rupert Sheldrake. Een Brit die ik in levende lijve heb aanschouwd in Enschede. Bij een lezing die hij gaf aan de Technische Universiteit. Jaren terug. Toen was ik 30 of zo. Dus 30 jaar geleden. Dat is de golf waarin ik gedij. Ja. Mijn leven zit teleologisch in elkaar. En ik ben tevreden, ik ben gelukkig. Ik ben blij. Ik ben dankbaar. En mijn leven heeft een doel. En dat doel is niet feesten alsof het elke dag mijn laatste is. Of je moet zeggen dat het voor mij een feest is om te programmeren. Want dat is het. Dat vind ik ontzettend leuk. Daar word ik zelfs opgewonden van. Dan gaat mijn hart kloppen. Hè? Ik bedoel niet seksueel opgewonden, maar. Dan zie ik zo'n beeld voor me. Denk ik, ah ja, ja. En dan wil ik weten hoe die output
dan werkt het. Dan zie ik een module vormen in mijn geestesoog en dan ga ik schetsen maken. En met pijlen en lijnen en vakken en vraagtekens en uitroeptekens. En dan heb ik het hele plan in mijn hoofd zitten en dan ga ik blind typen met mijn 9 overgebleven vingers. Ja, ik heb nu 10e vingertje nog, maar die is een beetje verkamperd. Maar dat vind ik ook niet erg. Ja, kom op zeg. Ouderdom komt met de kwalen hoor. Ik heb Keltische klauwen aan mijn linkerpink. Ik heb nog een tijdje geprobeerd om ermee te kunnen typen, maar. Nee, dat is voorbij. Als mijn andere vingers het nog maar blijven doen. En nou, man. Mijn ringvinger, dat is. Ach, die is, ja, zullen we zeggen. Ja, die begint ook een beetje te. Ja, misschien dat ik een keer naar de dokter moet. Die, ja, ik kan die pees van mijn pink laten doorsnijden. Kijk, dat zien we dan wel weer hoor. Maar vanuit een doel in je leven. Vanuit, en dat kan ook zijn dat je. Ik heb een kind op deze wereld gebracht. Aan de hand gehouden. Ik heb het kind niet gedragen natuurlijk. Maar ik heb het kind wel verwekt. En ik heb, ja, ik heb 10 jaar lang heel goed voor dat gezin gezorgd. Als zij ooit nog eens een gezin krijgt, momenteel wil ze dat niet. Maar stel, ze krijgen het toch. Dan hoop ik dat ze op een dag nog eens. Ja, nou, zonder meer. Ik bedoel, ze heeft gezien hoe ik dat deed. Hè? Met hoeveel plezier ik dat altijd deed. En die moeder van haar had dan overal ontzettend veel problemen mee. Maar. Ja, ik dus niet. Dat is toch ook mooi? Dat is toch ook al een volbrenging van je bestaan of zo? Een doel wat je hebt bereikt. Nou dan. Ik heb momenteel in mijn vensterbank heb ik een aantal planten staan. En eentje heb ik uit de vensterbank moeten halen, want die is zo aan het groeien geslagen. Die past niet meer in de vensterbank. Die staat nou op een soort plantentafeltje. Dat is dan een plantentafeltje noodzakelijk geworden. Op een beetje afstand van het licht. En die groeit, jongen. En ieder blaadje erin, die. Ja, er zitten blaadjes en dat gaat hem nooit echt geweldig worden. Die zitten een beetje onderin. En ja, al die andere stoere blaadjes die bovenin zitten, ja, die pikken het meeste licht en zo, hè? En die blaadjes eronderin, ja. Maar ieder blaadje doet mee, hè? Er zit ook in die plant, het is een heel grappig vetplantje. Ik zou bij God niet weten hoe dat ding heet. Er is een of andere, was een takje. En dat ding groeit met 2 blaadjes per keer. Dus uit ieder takje komen 2 blaadjes. En als die 2 blaadjes dan groot genoeg zijn, dan in dat, op dat kruispunt waar die 2 blaadjes uitkomen, daar komen dan 2 nieuwe blaadjes. En die staan daar weer haaks op. Dus, nou, dat gaat maar door, dat gaat maar door. Nou, en er is dus een takje geweest, daar hebben dus 2 blaadjes op gezeten. En mijn dochter had die plant eerst onder haar hoede. En ik denk dat dit in die tijd gebeurd is. En die zorgde daar niet zo goed voor. Dat is verder niet zo erg, dat ding heeft overleefd. Inmiddels staat hij in een lekkere pot, man. Die is zo gegroeid dat ik ga binnenkort een grotere pot kopen. Wat is dat nou? Kan hier lekker doorgroeien. Nou, maar is dus één zo'n blad is eraf ge. Nou, dan zit het andere blad in zijn eentje. Ja, dat wordt dus even driedubbel niks. Want kennelijk heeft dat te maken met dat het echt stereo moet zijn om echt goed door te groeien. Maar wat heeft die plant nou gedaan? Dat op de plek waar dat ene blad afgevallen is, daar is een nieuwe spruit gaan groeien. Met weer 2 blaadjes. Ja? Dus ook dat blad wat er afgevallen is, ja, dat blad is dan weliswaar weg. Maar op de plek waar het afgevallen is, daar zit weer een nieuwe spruit. Ja.
En het doel van al die blaadjes is dat ze zorgen voor een hele grote plant. Ja. En die plant is reuze blij. Die zit onder de jonge spruitjes. Allemaal blaadjes die zeggen, ja, maar wij willen ook. Dan gaan we ook hier nog beginnen. Dan gaan we daar nog beginnen. Er zitten wel 6 nieuwe dingen in. Er worden 6 takken die eraan komen. Joh. Kijk, zo geldt het voor jou en voor mij in het leven ook. En dat heeft helemaal niks te maken met de drugs en drank en al die dingen. Geile wijven neuken. En dan even terug naar de titel. Als je zegt dat je een kind bent van de duivel, wat zeg je dan eigenlijk? Want de duivel, dat karakter, dat komt uit de Bijbel. Sta er even goed bij stil, hè? Je hebt natuurlijk het Babylonische geloof. Hè, met Beelzebub en... Beelzebub is ook duivels. Ook Bijbel, sorry. Waar hebben ze dan ook alweer? Baphomet. Die bok, die geit, die kerel met tieten. Ja, je kent het toch wel, Baphomet? Met PH, Pieter Hendrik. BA, Pieter Hendrik, Otto, Maria. Baphomet, ja. Otto, Maria, Eduard, Theodor. Kun je zo een plaatje opzoeken op internet. Dat was ook niet zo vrolijk, maar... Maar de duivel, dat komt uit de Bijbel. En als je daar een kind van bent, en waarom? En weet je wel wat je zegt? Want als de duivel iets wil, want als je het over de duivel hebt, nou, niet dat ik een duivelkenner ben, maar ik weet wel iets van de Bijbel. Maar als de duivel iets wil, is dat jouw leven aan de gort gaat. Dat jouw leven geen doel heeft. Dat jouw leven niet bijdraagt aan een verbetering van deze wereld. De duivel die houdt van chaos, ellende en jankende kinderen. Geamputeerde ledematen. Hongerende bejaarden. En andere diep ongelukkige wereldburgers. En als je me niet gelooft, dan ga de Bijbel maar lezen. Snap je dat? En geloof mij, God houdt Satan niet tegen. Je mag het aan God verzoeken, hè? Dat is Matthäus 6. Onze Vader. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het kwade. Ja, dan mag je God smeken, ja. De vraag is of hij naar je luistert. Want hoeveel verantwoordelijkheid heb je zelf om niet in verzoeking verleid te worden? Geleid te worden? Ja, neem zoiets simpels als porno kijken. Het is de verzoeking misschien? Hey? Niet echt je dat, snap je? Beter kan je het leven maar onder ogen zien zoals het is. Ik heb zelf ook porno gekeken hoor, dus je hoeft niet beschuldigd te voelen door mij. Maar omdat ik het gedaan heb, kan ik je vertellen dat het geen reet voorstelt en dat het je helemaal geen donder oplevert. En, het is niets meer dan chaos, het is duivels. En dat geldt ook voor drank en drugs. Dat is wel leuk, maar je hebt er geen zak aan. Ik heb 1 keer geprobeerd om een uitzending te maken over alle leuke momenten veroorzaakt door de alcohol.
En die uitzending heb ik weggegooid. Want ja, het was eigenlijk alleen maar een opsomming van ongelooflijk stomme verhalen. Waar ik het levend heb, ik heb het er levend van afgebracht, dat dan wel. Maar dat is ook het enige wat er leuk aan is. Voor de rest is het de ene idioterie naar de andere man. Ik weet nog dat ik een keer met mijn vriend Jan Romke, we waren zo dronken. En we hadden ons alleen maar ingezopen op de camping. En we liepen dan naar het dorp om daar naar de disco te gaan met onze dronken koppen. En Jan Romke, een hele grote beer van een kerel, die zei, ik moet even pissen. En die loopt zo naar een heg. En die heg nu was manshoog. Om daar tegenaan te gaan pissen, maar hij vergeet helemaal te stoppen met lopen. Dan zeg ik tegen Jan Romke, van, wat doe jij nou? Hij liep dwars door die heg heen. Ja, zei ik, had me even vergist in de afstand. En ik lachen. Maar er is natuurlijk geen biet aan. Hé? Iemand loopt door een heg. Ja. Hij had zich punt 1 lelijk kunnen beseren. En punt 2... Ja, ik weet niet hoe het met de heg is afgelopen. Daar was ik ook te dronken voor. En trouwens, het was het begin van de avond. Slecht zicht. Je mag van mij wel een wijntje drinken. Dat is wel lekker hoor. Ik doe het niet meer. Als ik ging drinken, dan denk ik, oeh, lekker zeg. Als ik ergens dorst van kreeg, dan was het van bier drinken. Oeh, lekker, ik lust er nog wel in. Kortom, ik ben nooit zo geweest dat ik het van genoot. Ik vond het lekker om dronken te zijn. Maar die roes, daar ging het me om. Ik dronk altijd de allergoedkoopste rotzooi die er was. Want het interesseerde me toch niet hoe het smaakte. Als er maar alcohol in zat. En niet van dat laffe bier van 4%. Nee, gaat toch weg. Nee, 10% alcohol. Dat vond ik lekker. En nu niet meer. Ja, ik vind het nog steeds wel lekker, maar ik drink het niet meer. Helemaal helder en fris. En zo gaan we het lekker houden. En nu maar hopen dat mijn sollicitaties gaan lukken. En dat ik weer een beetje aan de bak mag voor een paar dagen in de week. Oh man, wat zie ik daar naar uit. Dus ik ben geen kind van de duivel. Ik ben een kind van God. En ik heb nooit anders willen zijn. De duivel, hè, de duivel, die kan mijn rug op, joh. Ik weet wat dat hij er is, hoor. Ik heb mij ook laten verleiden. Ik heb ook porno gekeken, veel te veel gesopen. Zeg het maar, alles fout gedaan. Lalalala. Ja. Al die ellende, al die blaren op mijn billen waar ik op heb moeten zitten. En nou ben ik er mooi klaar mee. Ik doe het niet meer. Ik kijk ook geen porno meer. Ik vind het totaal oninteressant. Komt ook door mijn leeftijd natuurlijk. Want ja, de enige porno met nog een beetje fatsoenlijke lichamen, dat zijn mensen die zijn 40 jaar jonger dan ik. Ja, ha, 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 ha. Ja, dat vind ik niet meer seksueel opwindend. Ik wil wel eens, als ik denk aan seks, dan denk ik toch aan seks met leeftijdgenoten. Nou, maar leeftijdgenoten, denk je dat dat er esthetisch uitziet op een pornofilm? Nee, natuurlijk niet. Bejaardenseks.nl of zo? Nee, sorry hoor, dat ga ik niet, dat trek ik niet. Een oude vrouw met van die hangbillen en van die borsten die dan, En dan doen ze ook nog zo'n SM-pakje aan. Nee. Ik heb het gelukkig nooit hoeven zien, maar ik kan me nou wel voorstellen hoe dat eruit ziet. Dus ja. Nee, de porno, ik ben er buiten gevallen. Ik ben buiten de boot. Dus dat is wat mij betreft dan lekker makkelijk. Ik ben een kind van God en ik... Ja. Ik mag hopen dat ik het tot nu toe een beetje gedaan heb wat hij wilde in zijn ogen. En, maar ja, het is niet aan mij om dat te beoordelen. Ook niet aan jullie, by the way. Dat is iets tussen mij en de Heere Heren. En ben ik benauwd voor de dood? Nee, niet. Helemaal niet. Dan kom ik in de hel? Ik zou niet weten waarom.
Wat heb ik dan voor verschrikkelijks gedaan? Ja, ik heb heel veel gesopen, maar ik heb wel altijd netjes mijn bier betaald in de supermarkt, hoor. En geen overlast veroorzaakt voor de buren. Nee. Nee, ik kan me niet juichen dat ik iemand iets heb aangedaan of zo. Anders hadden ze maar even moeten zeggen, hoor. Er zijn wel mensen die klagen dan over mij. Van, ja, jij praat altijd zoveel. En als je dronken bent, ben je extra vervelend. Ja. Ja, lul dan niet met mij. Als je niet tegen mijn ouwe hoert, dan zeg ik ook niks tegen jou. En als ik wel begin, dan moet je me gewoon zeggen. Nou, ik heb er geen zin in, dan ga ouwe hoer van jou. Dan hou ik mijn mond, hoor. Dan moet je niet op me ingaan. Je moet niet beweren dat je het beter weet dan ik. Want ik weet het meestal beter dan een ander. Komt vanwege mijn IQ en mijn ingebouwde nieuwsgierigheid. Hé, hey, reuze bedankt voor het luisteren. Ik ga nog een mooie titel hiervoor verzinnen. Oh, en by the way, speciaal ter ere van deze uitzending. Er is een nieuwsuitzending 257. Die staat normaal gesproken helemaal onderaan van de linkjes. Die zal ik speciaal voor deze uitzending naar boven halen. Daar zit een auteursrechtelijk probleem op. Omdat ik daar de muziek bij afspeel. Die is heel erg de moeite van het beluisteren waard. Mick, kind van de duivel. Het gaat over een klein jongetje van 4. Die zit bij mij op schoot. Heel droevig verhaal voor dat kindje. En dat kindje dat wilde toen hooguit 5 jaar worden. En dan maar dood. En hij hield van dat liedje van Je Broer. Met de muziek van Paul Elstak. We luisteren er even naar. Ja? Heb je dat beloofd? Mooi zo. Dus maar heel kort. Dank jullie wel. Ik ga mij klaarmaken voor een fijne uitzending met Jörg Liesman. Hij wordt weer een strakke jongen. Een hele mooie. En hij is ook een kind van God. En ik ook. En wij hebben allebei een doel. Wij zien dat het leven een doel heeft. En hoe klein en onbeduidend het ook maar is, wij dragen bij aan dat doel. Aan die teleologie. Voor Jurk en voor mij is het leven niet doelloos. Wij zijn weliswaar materieel gezien niets meer dan zakkenmoleculen. Maar zakkenmoleculen die bestuurd worden door een kind van God. Ja? Nou, doe lekker met ons mee, zou ik zeggen. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie tjus en dag lieverds.